Goedendag, kijk naar het weersjournaal van Weerplaza.nl. We beginnen met het radarbeeld van vanmiddag 10 over 2. Stevige regenbuien trokken toen vanuit België richting Nederland. En we zien twee kernen met zwaardere neerslag. Dat is de eentje. En de tweede uiteraard daar ten zuidoosten van. En op die twee plaatsen zat onweer. Het meeste onweer heeft een koers zo richting het. Oosten, noordoosten, dat is de regio die daar rekening mee moet houden vanavond en vannacht. In het westen en noordwesten valt wel regen, maar daar zal het allemaal wat minder zwaar zijn waarschijnlijk. Betekent dus dat we een wisselvallige avond tegemoet gaan. Er trekken buien over het land van zuid naar noordoost. In het noordwesten is het, uh, het eerste weer droog en het langs nat blijft het langs de oostgrens. Temperaturen 18 tot 22 graden. Vannacht trekt de regen dan naar Duitsland weg en aan het einde van de nacht is dit de situatie. 12 graden in Zeeland, daar is het dan al flink opgeklaard. Maar in het oostelijke helft van het land zijn er nog wolkenvelden en daar is het dan nog een graad of 17. Maar morgen overdag trekken ook die wolken grotendeels weg. dan hebben we een flinke zonnige periode. De luchtdruk begint te stijgen, zorgt ervoor dat de kans op een bui minimaal is. Heel misschien in Limburg nog een bui, maar ook daar is de kans eigenlijk klein. In Limburg wel de hoogste temperaturen, 25 graden. Langs de westkust wordt het 20 graden, daar waait een, een zwakke tot matige wind van zee. En op de Waddeneilanden wordt het 18 tot 20 graden. Prima weer morgen dus, nou, en dat fraaie weer, dat houden we eigenlijk ook op donderdag en op vrijdag. Ook dan ligt het hoge drukgebied nog voor de deur, ook dan dus droog weer en een flinke zonnige periode. Maar de bewolking neemt wel iets toe in vergelijking met morgen. De wind draait geleidelijk naar het noorden. De temperatuur gaat nog iets dalen. Vrijdag is het zo'n 17 à 18 graden op de wadden, en 22 graden in het binnenland. Maar ook dat is natuurlijk een best aardig weertype. Zaterdag trekt het hoge drukgebied weg, dan neemt de kans op een bui toe. Dat geldt trouwens ook voor zondag. Dan kijken we nog even naar de langere termijn. En dan vooral wat betreft de temperatuur. Zien we dat het woensdag tot en met vrijdag nog meer dan 20 graden is. In het weekend zien we een stevige daling naar temperaturen van 16 tot 20 graden. Maar de langere termijn laat heel langzaam weer een opgaande lijn zien. Dus een uh, tijdje koeler weer halverwege juni. En zo richting de 20ste, 25ste lijken de temperaturen weer te gaan stijgen. Dat is allemaal nog ver weg. Wachten we rustig af. Nog één tip. Op onze website, weerplaza.nl, heb ik een artikel gezet met allemaal foto's van gisteren van het noodweer en een paar fraaie video's. Kijken waard. Ik wens u een prettige avond. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.